ben Trioxo en welkom bij een nieuwe video. En ik heb eerst iets te zeggen. Deze video die jullie nu gaan zien heb ik eigenlijk al eens eerder proberen op te nemen tijdens de krokusvakantie. Maar toen stond er heel veel wind en toen sloeg mijn microfoon heel veel over en hoorden jullie de hele tijd, of hoorde je de hele tijd een ruis, een gezoem van de wind. De kenners zien het misschien al achter mij, maar ik ben hier in de buurt van Walibi Belgium. Die video, eigenlijk dat beeldmateriaal kon ik niet zo goed gebruiken. Vandaag zijn we hier weer. We hebben het zonnetje mee, zoals je ziet. Vandaag is er dan weer veel te veel zon. Ja, maar dit vind ik wel iets aangenamer, iets fijner, denk ik, dan wanneer er heel veel wind staat. We zijn hier bij Conda, voor als je de titel nog niet gelezen hebt of de thumbnail nog niet gezien hebt. We zijn vandaag zondag trouwens, dus voor de mensen die hopen op testritten, die zitten er niet in voor vandaag. Maar ja, het is wat het is. We waren in de buurt, dus we komen gewoon even gezellig kijken. Ik ben hier vandaag ook niet alleen, ik ben hier samen met Bram. Helemaal ingezoomd ook. Wat zien we allemaal? We zien natuurlijk de first drop en de lift hill. De ketting is trouwens gerepareerd enkele een weekje geleden of zo, of twee weken al. Ik weet het niet meer, de tijd gaat heel snel. Eerste airtime heuvel, de outer bank, de outbanked airtime hill en daarachter de non-inverting cobra roll. En we zien ook de Dalton Terror natuurlijk, die goede oude vrije valtoren. We staan hier nu voor een groot hek hier aan de Raja River, aan de achterkant van Raja River. En ik weet niet of het jullie opvalt, maar ze hebben Raja River helemaal herschilderd. Ze hebben ook dakwerken gedaan, nieuwe koepels op de daken gezet en nu hebben ze het ook gewoon herschilderd. En dit vind ik fantastisch, want Raja River, ja, ik zei het nog in een vorige vlog, in mijn laatste vlog denk ik dat ik hier in Walibi Belgium nog gemaakt heb, van dat de rotsen en de gebouwen hier bij Raja River wel eens een update kunnen gebruiken. En dat hebben ze dus ook gedaan, want ook alle rotsen zijn met de hoge drukreiniger een keertje gespoten geweest en ze zien er weer echt als nieuw uit. En ik ga jullie een beetje dat laten zien. Het is heel moeilijk, zoals jullie zien, er is een hek. Maar normaal gezien, als ik mijn zoom heel groot doe, dan kan ik daar wel tussen filmen voor jullie. Dus laten we dat even proberen. Kijk, zie je? Dit lijkt er al meer op, toch? Ja? Nee? Oké. Nou, hier hebben jullie dus het dak. En ook, ze zijn aan het schilderen. Ze hebben duidelijk nog niet alles geschilderd. Maar dus de nieuwe kleurtjes, redelijk donker paars met blauwachtig. Ik ben wel fan. En als we daar dan kijken, dat gebouw, dat ga ik zo meteen beter in beeld brengen. Daar staat een nieuw koepeltje op. En ook heel dat gebouw hebben ze nu herschilderd in het paars, een beetje in dezelfde kleur. En wat vind ik ervan? Ja, dames en heren, ik vind dit toch fantastisch hoor. Ik vind dit echt geweldig. Zoals jullie zien ook de rotsen weer helemaal spik en span. Hier zien jullie het normaal ietsjes beter. Het is niet helemaal perfect. En het beeld trilt ook enorm. Het beeft een beetje. Ik zit op heel harde zoom te filmen. Maar dit is een beetje de paarse kleur van het gebouw, dames en heren. Ik vind het in elk geval echt fantastisch dat ze ook Raja River niet vergeten in het vijfjarenplan. En ook deze attractie, deze Rapid River, een update geven. Ondanks ik het geen leuke soort type attractie vind, vind ik het wel fijn natuurlijk dat ze echt op alles letten en alles heel goed onderhouden. We wandelen nu de straat door, het welbekende steegje. En voor we bij Conda aankomen, zien we eerst hier dat de treintjes van de oude Music Express nog steeds hier staan. En waar is hier? Ja, hier is trouwens naast de Challenge of Tutankhamon. Dit is de achterkant van Challenge of Tutankhamon. De interactieve Shooting Dark Ride. En hier heb je de oude treintoestellen van de Music Express. Ja, ik vind het heel gek dat die nog steeds hier staan en dat je die nog steeds kan terugvinden. Oh ja, en dan is er ook nog iets. Ik kom net van Raja River, zoals jullie gezien hebben. Oeh! De zon schijnt wel. En daar had ik ook nog graag, daar wou ik ook nog wat over kwijt voor ik het vergeet. De zijkant, of toch een deel van de gevels van de zijkant, waren ook herschilderd in het oranje. Dat heb ik helaas niet op beeld kunnen zetten. En ook een deel van de brug stond in de stellingen. Dat zag ik pas achteraf toen ik al weer weg was. Dus dat is, ja, ik hoop dat jullie het een beetje visueel kunnen voorstellen. De brug, zeg maar, waar de wachtrij ook loopt, die stond half nog in de stellingen. En ook een deeltje van de zijkant van de muren waren niet paars, maar oranje. En ik vond die twee kleuren, die kleurencombinatie, vond ik heel complimenterend. Dus ik vond het wel heel mooi gedaan. Maar goed, hier dus de Music Express treinen. Bram is ook volop foto's aan het nemen ervan. Het is wel geinig om te zien. Hier zien jullie het nog eens beter. We hadden de WAP-trein en de Skunks-trein. Nou ja, mensen, dat waren tijden hoor. De WAP en de Skunks van Walibi, dat was echt mijn jeugd. Ik vind het jammer dat ze die figuren weggehaald hebben en dat heel die music battle en alles, dat dat nooit echt heel goed aangeslaan heeft. Die hele rebranding, dat hele thema.
Maar goed, langs de andere kant hebben we nu een 5-jaren plan met de fantastische Konda die jullie zo meteen ook weer gaan zien. Dus ik ben alvast heel tevreden. Jawel hoor mensen, hier staan we dan weer, de machtige Konda. Een Intamin megacoaster, 50 meter hoog, topsnelheid tussen de 113 en de 115 km per uur. Daarbij is deze achtbaan de snelste en de hoogste achtbaan van de Benelux. Het is ook de stalen achtbaan met de meeste airtime momenten ter wereld. Ja, dat weet ik zomaar uit het hoofd. Deze keer heb ik echt goed even voorbereid hierop. Maar goed, dat is voor straks, want nu ga ik eerst een beetje hier het hele gebied filmen. Dat is het gebied Exotic World, Tikiwaka, die opende in 2018, een Gerstlauer bobsled coaster. Een hele leuke baan, een van mijn favoriete attracties hier in Walibi Belgium. En wat ze nu aan het bijbouwen zijn in dit gebied, of een beetje als, hoe zeg je dat, als verbinding tussen het gebied van Konda, wat trouwens een nieuw gebied wordt, de naam daarvan is helaas nog niet bekend, hebben ze dus een nieuw restaurant bijgebouwd ter verbinding daarvan. En dat restaurant, of in elk geval toch dat outtake-punt van dat restaurant, dat heet Sweet Africa. Het is ook een beetje de Afrikaanse stijl. Oorspronkelijk ging Konda en het gebied rondom de Intamin megacoaster ook Afrikaans zijn, maar dat lijkt nu meer op een jungle gebied. Maar goed, dit restaurant... wat zien we mensen? Kijk, 1001 details. Ik vind het zo mooi hoe ze dit restaurant zo gedetailleerd hebben kunnen aankleden en zo. Het is echt fantastisch. Nou ja, hier hebben we dus Tikiwaka natuurlijk, de leuke speelse Gerstlauer Family Coaster, bobsled coaster. En als je hier dan kijkt, dan zie je dat ze ook nieuwe bestrating, betegeling, nou ja, ik betwijfel of het tegels gaan zijn, maar ja, je snapt wat ik bedoel, gaan doen van aan de brug naar Challenge of Tutankhamon, die jullie nu niet kunnen zien, die staat achter de bomen, tot helemaal door. Dus ik vind het ook wel mooi dat ze dat gaan doen, want daar lag eerst gewoon zwart asfalt en ja, dat is gewoon, dat is niet zo mooi, dat is niet zo presentabel, gewoon zwart asfalt. Dat was in de tijd van Six Flags, toen deden ze dat wel. Maar nu komt er waarschijnlijk mooi geel gekleurd asfalt te liggen, zoals elders in Exotic World, wat ik echt een enorme verbetering vind. Echt fantastisch vind ik dat. Wat kunnen we ook zien? Dat ze hier nieuwe plantjes hebben geplant. En niet zomaar plantjes. Kijk, dames en heren, heel veel planten zijn erbij gekomen. Nou, dat vind ik fantastisch. Zo creëer je ook eigenlijk een beetje de scheiding, de grens van je park. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. En nu gaan we doorgaan, iets meer in detail. Bij Konda. Of nee, toch niet? I changed up my mind. Ik ben een beetje doorgestapt op deze hele vuile modderweg. Om toch maar een beetje meer zicht te krijgen op het gebied naar Challenge of Tutankhamon. Die bevindt zich hier rechts van mij. Maar die zien jullie niet achter deze boomstronk natuurlijk. We zien mooie nieuwe verlichting. Een soort van lantaarnpalen zijn dat. Helemaal in de stijl ook. En ze zijn volop bezig met een nieuwe weg aan te leggen, nieuwe bestrating aan te leggen. Hier zien jullie dus weer het restaurant. Ik vermoed Sweet Africa. Maar dat is ook nog niet officieel bevestigd, mensen. Dat staat daar op het bordje van het outtake-punt. Ik zal even een pijl in beeld editen. Ja, oké, daar dus. Jullie zien ook meer nieuwe verlichting, nieuwe lantaarnpalen, helemaal in dat Afrikaanse thema, in die Afrikaanse stijl. Nou mensen, ik smul hiervan hoor, heerlijk. En over smullen gesproken, het is de bedoeling dat ze in dit restaurant vooral Afrikaanse gerechten, echt zo de typische Afrikaanse keuken gaan serveren. Dat doen ze net zoals in Karma World, want dat is het Indische themagebied waar ze ook Indisch eten, zoals tikka masala serveren. En ik kan je zeggen, dat is echt heerlijk mensen. Echt een groot aanrader nog steeds. Het komt in elke vlog van mij voorbij, maar de tikka masala in Delicious, in het restaurant Delicious, ja die is fantastisch. Kijk, hier zien jullie het normaal gezien veel beter op. Dit is het laatste shot trouwens dat ik maak van het restaurant. Daarna gaan we echt door naar Konda. Ik weet dat jullie daar allemaal op zitten te wachten, dames en heren. Wat zien we nog verder in deze, op dit pad? Meer lantaarnpalen. We zien ook het gebouw van de watermolen. En dit gebouw ging oorspronkelijk afgebroken worden, maar helaas mocht dat niet van de gemeente, de bezoekers, wat zeg ik nu? De inwoners van deze gemeente, die wouden... niet dat dit cultureel erfgoed of zo weggehaald werd. Dus deze staat ondertussen ook al een aantal weken in de stijgers. Komt er een herthematisatie van de gevel? Ik hoop het, maar ik verwacht het niet. Dus dat zal nog gewoon wat afwachten zijn. Wauw, wat een baan. Ik zoom graag voor jullie uit. Wat een monster. Het is fantastisch, mensen. Het is ongelofelijk. Ik ben hier nu al voor de derde keer. Sinds de sluiting, zeg maar, in oktober.
Ik heb geluk met het weer. Echt geluk, geluk, geluk. Ik ben zo blij daarmee. En het ziet er ook gewoon prachtig uit. Ze hebben ondertussen wel een heel groot houten hek hier gezet. Zoals jullie kunnen zien. Nou ja, dat vind ik iets minder natuurlijk. Dan kunnen we het gebied niet meer binnenkijken. Maar dat is zo wel te verstaan. Aangezien het park bijna open gaat inderdaad. Want we zijn vandaag, ik denk de eerste week van maart ergens. 5 maart? Ik weet niet. Honestly weet ik echt niet welke datum we vandaag zijn. Maar ik heb wel leuk nieuws te vertellen voor de mensen die het misschien nog niet weten. Pretparken mogen in België terug open gaan vanaf 1 april. En dat maakt mij, dat maakt me super blij. Super blij om dat nieuws te horen. Walibi Belgium gaat niet op 1 april open gaan, maar die gaan open gaan op 3 april. Dat is een zaterdag. De geplande seizoenstart, net als Bobbejaanland en Plopsaland denk ik ook. Of nee, toch niet? Dus ik ben blij dat alle Belgische pretparken hun seizoenstart kunnen halen, zeg maar. Dat ze niet extra weken of misschien zelfs maanden zoals vorig jaar extra moeten toeblijven. Nee, ze kunnen gewoon op tijd openen zoals ze gepland hadden op zaterdag 3 april. En ik ga hier ook aanwezig zijn die dag, zaterdag 3 april, voor de opening van Conda natuurlijk. Ik denk niet dat er echt een grote opening gaat zijn. Maar normaal gezien, als alles goed gaat, zal deze attractie gewoon toegankelijk zijn voor bezoekers. Dus mocht je dat nu leuk lijken, ik zou zeggen, kom zeker ook. En dan heb je misschien kans om mij te ontmoeten. Dan kan je misschien even een leuk praatje staan. Natuurlijk wel op veilige afstand en met een mondmasker en weet ik veel. Gewoon volgens de maatregels. Maar mensen, dat is zeer fijn. Ik ben nu al veel te lang aan het praten, dus ik ga door naar het volgende shot. We zijn ondertussen aangekomen bij het welbekende plekje hier aan Conda. En ik ga gewoon, ik ga jullie het gewoon laten zien. Voor de mensen die het nog nooit hebben gezien. Nou ja, maak er iets met Conda. Ik heb daar net al wat feitjes verteld over deze baan. De twee treinen staan buiten. Of ja, eentje staat buiten, eentje in het station. Het is een zondag vandaag, het is mooi weer. Maar zondag is een rustdag natuurlijk in het weekend. Daarom is er ook geen enkele beweging zichtbaar hier bij Conda. En ook elders in het park niets van beweging te merken. Wat kunnen we zien? Vrij weinig eigenlijk. Ze hebben hier een heel hek gezet. Dus het enige wat we kunnen zien is de lift hill en de airtime hill en de outer bank. En dat is het zo'n beetje, ja. Maar ik ga straks weer, voor de mensen die mijn Instagram live hebben gezien, via daar tot aan de zijkant. Nou mensen, dat is een hele klus, maar we komen er wel. We geraken er wel. Maar voor ik dat weggetje afleg, ben ik eventjes naar hier gewandeld. Een plek waar ik eigenlijk nog nooit gestaan heb. En waar ik nu wel heel veel spijt van heb dat ik hier nooit eerder ben geweest. Want het uitzicht hier is heel goed. Ik kan gewoon recht het station in kijken als ik wil. Dat gaan we ook maar eventjes doen. Ik weet niet of mijn video dat goed zal opnemen. Maar ik zal even proberen scherp te stellen. Nee? Oké, nou dat is een zwart beeld dus. Voor jullie is het zwart, maar ik zie toch al enkele details. Het is heel donker wel binnen dat wel. Maar we zien bijvoorbeeld aan de rechterkant. Hey, doe eens normaal. Oh, de kleuren zijn helemaal overbelicht. Nou ja, sorry mensen hoor, wat amateuristisch. Oké, hier zijn we weer. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, ik zie aan de rechterkant al zo van die bakken waar je zo je bagage in kan steken. Je rugzakken, je handtassen, weet ik veel wat je allemaal meeneemt naar een pretpark. Kan je daarin opbergen. Het lijken me automatisch te zijn, een beetje zoals bij Pulsar. Of het hier ook om een dubbel systeem gaat langs beide kanten. Waarschijnlijk niet, denk ik, als ik zo zie op het eerste zicht. Wat zien we ook? Ja, we zien daar het restaurant nog eens. Ik kan misschien een beetje hier doorwandelen om een goede foto ervan te maken. Ik maak tussendoor ook foto's en deze foto's kan je zien verschijnen op mijn Instagram. Dus dat zie je hier ook wel ergens in beeld verschijnen, denk ik dan. Dus ga me daar zeker ook op volgen, mensen. Daarop zien jullie ook updates, leuke spelletjes. En komen jullie eigenlijk alles te weten over mij en mijn kanaal. Dus als je dat interessant lijkt, zeker volgen, zeker doen. Het eerste deel van de weg heb ik al helemaal afgelegd. En ik heb eventjes een tussenstop gemaakt op deze steen hier aan het water. Dat is heel gevaarlijk. Om een beetje een mooi zijaanzicht te krijgen van Conda. Ja, veel is er niet over te zeggen. Alles is al gezegd, er is ook geen beweging. Dus ik ga gewoon door. Wat een beest, dames en heren. Helemaal buiten adem ben ik er toch geraakt. Mijn conditie is echt slecht eigenlijk. En wat zien we? Ja, prachtig. We zien de first drop. De eerste airtime, heel en alles. Ook zien we een deeltje van de wachtrij. En daarvoor ga ik op deze boomstronk gaan staan. Even kijken waar ik wandel. hoppakee. We staan erop. Nou mensen, wat een prachting. Wat een prachtbaan. Ik kan niet wachten om er over 25 dagen ongeveer in te zitten hoor. We zien ook een groot deel van de wachtrij. Al dat hout dat jullie kunnen zien. Is eigenlijk de wachtrij. En die wachtrij die loopt helemaal door tot daar achter.
Ja mensen, de kleine stengeldijf. Heel schattig. De baan zit vol fantastische elementen, dus ik ben zo benieuwd, dames en heren. Echt heel benieuwd. Met de volle zon in mijn gezicht sluit ik hier deze video af, mensen. Dit was de video. Het is een waarschijnlijk korte video. Dat is de laatste tijd een beetje de gewoonte. Korte video's bij mij. Maar eenmaal de pretparken weer open gaan op 1 april, of ja, op 3 april eigenlijk, komt er weer content aan. Meer vlogs, meer video's, meer plezier. Ik bedank jullie hartelijk om te kijken naar deze update video van Konda. Echt een reusachtige, gigantische megacoaster van Intamin hier in Walibi Belgium. Vonden jullie het leuk? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Abonneren mag ook altijd. Daar maak je me super blij mee. Dat kan je doen door op de rode knop onder deze video te duwen. Zet dan ook gelijk dat belletje aan. Dan mis je geen enkele video van mij. Dan krijg je er altijd een melding van. Volg me ook zeker, zoals ik eerder al zei, op Instagram, Snapchat, op de social media die je hieronder in beeld ziet. Dan ben jij altijd op de hoogte van mij en mijn kanaal. En dan, ja, groetjes vanuit Walibi, groetjes vanuit Konda. Of ja, van aan Konda beter gezegd. En dan hoop ik jullie te zien bij een volgende video. Tot dan!